Wereldwijd stijgt de vraag naar ethyleen. Ethyleen is dan ook een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld. Je vindt het terug in tal van producten, in de cosmetica die je gebruikt, in de lichtgewichtmaterialen van je wagen, isolatiematerialen voor je huis. Overal in de wereld zet men op deze groei in door ethyleenfabrieken te bouwen. Alleen Europa blijft zwaar achter. INEOS wil deze trend keren door hier in Europa de groenste ethaankraker te bouwen met Project One. Voor onze fabriek zullen we de beste technieken inzetten die vandaag in de markt beschikbaar zijn. En daardoor zal onze koolstofafdruk niet eens de helft bedragen van de best presterende fabrieken in Europa vandaag. Vergelijken we ons met de gemiddelde stoomkraker, dan doen we het zelfs 3 keer beter. Dat doen we op verschillende manieren. Wij gebruiken ethaan in plaats van nafta. Daar komt relatief veel waterstof bij vrij. We stoken dat in onze fornuizen, waardoor de CO2-uitstoot uit onze schoorstenen laag blijft. Daarnaast zijn wij als nieuwe fabriek hoog geïntegreerd qua energie. Bijvoorbeeld de koude in onze ethanen, die komt dan min 85 graden aan, die ethaangrondstof. Die hergebruiken wij in onze processen. En als laatste, alle aangekochte elektriciteit wordt betrokken van windpark op de Noordzee. Dus is 100% duurzaam. Deze unieke positie maakt dat we heel goed geplaatst zijn om verder de transitie in te zetten naar klimaatneutraliteit. Het is mogelijk in de toekomst om de ovens van onze kraker en de stoomketels volledig op waterstof te doen draaien, zodra er voldoende groene waterstof ter beschikking is. En het grote voordeel van waterstof is dat er bij de verbranding ervan geen koolstof vrijkomt. Met Project One realiseren we vandaag al een reuzensprong op het vlak van milieuprestaties. Wij hopen dat het een hefboom mag zijn voor de rest van de sector richting een klimaatneutrale toekomst.